Vond jij de vorige video interessant? De vorige video waarin we een techniek maakten met een macro en om vanuit die macro door gebruik te maken van de Windows API's de shellcode konden oppakken en in het geheugen konden draaien, dan vind je deze video nog interessanter, want de techniek uit de vorige video schreef nog files weg naar disk, dat ga ik je laten zien. En de techniek die we in deze video gaan vormgeven, doet alles volledig dynamisch in het geheugen. En om dat te kunnen doen, gaan we gebruik maken van een techniek. En die techniek die heet Reflection. En met Reflection kunnen we vanuit PowerShell de .NET assemblies benaderen, bekijken en informatie daaruit gebruiken en on the fly compileren voor onze eigen doeleinden. We hebben in deze video dus best veel te doen en het is soms ingewikkelde stof. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maar doe gerust mee met de video en check per stap wat er gebeurt, zodat je een idee en een gevoel krijgt van alle variabelen en alle technieken die we in deze video gebruiken. Mijn naam is Sharno Bazelier. Ik ga mijn uiterste best doen om dit voor jou zo duidelijk mogelijk in de video te laten zien. Vind je deze video leuk? Geef me alsjeblieft een likeje. Dat helpt mij ontzettend. En daarnaast plaats een reactie hieronder in de comments en druk op het abonneren knopje om jezelf te abonneren op mijn kanaal. Hartelijk dank alvast voor de aandacht, want aandacht is wat we nodig zullen hebben in deze video. Laten we aan de slag gaan met de VBA macro, het draaien in het geheugen en met name met .NET Reflection. In deze video gaan we nogmaals aan de slag met de VBA shellcode runner uit de vorige video, maar dan in combinatie met PowerShell. We gaan een PowerShell shellcode runner maken, welke we activeren vanuit VBA met een dropper. Het doel van deze video is om te zien hoe aanvallers een macro kunnen gebruiken om een PowerShell shellcode runner te activeren. In deze video gaan we aan de slag met VBA om een PowerShell script te downloaden, welke de staging shellcode bevat. Vervolgens starten we het PowerShell script als een onderliggend proces van Microsoft Word, omdat dat de tool is waarin we de macro draaien. En onder een standaard configuratie wordt het onderliggende proces en dus potentieel de reverse shell gesloten wanneer Microsoft Word wordt gesloten. We willen natuurlijk dat onze code actief blijft ook nadat Word gesloten is. PowerShell kan bij default geen interactie hebben met de Windows 32 API's, maar PowerShell kan wel overweg met .NET. We gaan dus de kracht van het .NET framework inzetten, zodat we C# kunnen gebruiken in onze PowerShell sessie. In C# kunnen we, zoals we in de vorige video gezien hebben, wel Windows 32 API's aanroepen en importeren met behulp van de DLL Import Attribute class. Dit proces stelt ons in staat om functies in onbeheerde dynamische linkbibliotheken aan te roepen. We gaan dus onze shellcode runner uit de vorige video ombouwen in PowerShell. We gebruiken dezelfde technieken. Eerst wijzen we uitvoerbaar geheugen toe met Virtual Alloc en vervolgens kopiëren we onze shellcode naar het nieuw toegewezen geheugengebied. Ten slotte voeren we deze uit met Create Thread. In de VBA code hebben we RTL Move Memory gebruikt om de shellcode te kopiëren, dus deze functie. Maar in PowerShell kunnen we de .NET copy methode gebruiken uit de System Runtime Interrupt Services.Marshall Namespace. Hiermee kunnen gegevens worden gekopieerd van een beheerde array naar het onbeheerde memory. Het eerste wat we gaan doen is het importeren van de System en de System Runtime Interrupt Namespaces die de P-Invoke APIs bevatten. We doen dit met het Using Statement. Het using statement laat ons een C# namespace specificeren welke we in de sessie kunnen gebruiken. Het toevoegen van namespaces vereenvoudigt het gebruik van .NET klassen en stelt ons in staat om classes uit de scriptmodules en assemblies te importeren. Het using statement moet voor alle andere instructies in een script geplaatst worden. Er mogen zelfs geen comments aan vooraf gaan. Laten we eens de volgende twee namespaces gaan importeren en ik ga deze VBA runner even sluiten en ik ga hier een nieuw PowerShell script maken. Laten we dat doen meteen op onze Kali machine, omdat we later ook het PowerShell script gaan hosten op deze machine. En ik noem deze even shellcode.ps1.
En de namespaces die we gaan gebruiken zijn dus System en System Runtime Interop Services. Als we deze regels als volgt laten staan in ons PowerShell script, dan roepen we deze namespaces dus direct aan vanuit PowerShell. We willen echter dat het .NET framework gebruikt wordt om deze objecten te maken. Dit kunnen we doen via het addType commando. We zorgen ervoor dat de content welke we via het .NET framework willen compileren ontsloten wordt in een here string. Zogenaamde here strings declareren we met het apenstaartje en zijn voor ons een simpele manier om tekstblokken weer te geven. We kunnen in deze tekstblokken bijvoorbeeld puntkommas gebruiken welke niet geïnterpreteerd worden als het native PowerShell end statement. Als we het blok gespecificeerd hebben, dan roepen we deze via addType aan. En dit ziet er dan als volgt uit. We specificeren een custom variabele. En die noemen we dan even custom C#. Custom C# code. En die zetten we in een apenstaartje, ofwel een here string. En die here string, die sluiten we als volgt af, ook weer met een apenstaartje. En alles wat hier tussen staat is dus een blok aan tekst en puntkommas worden niet geïnterpreteerd door PowerShell, als zijnde PowerShell. En vervolgens gebruiken we het addType met ons variabele om de content in dit blok te laten interpreteren door C#. Nu wordt het zaak dat we virtual alloc en create thread gaan definiëren. We willen de API's aanroepen vanuit onze C# code. En zoals ook in de vorige video gaan we deze syntax opzoeken via pinvoke. Laten we even gaan kijken naar virtual alloc. En dat is in kernel 32. En dan hebben we hier een aantal voorbeelden hoe dat we deze kunnen importeren. En dus even kijken wat het beste bij ons past. En ik denk dat dit er aardig goed uitziet. Laten we deze eens gaan gebruiken om virtual alloc, de API, te importeren via C#. Dus dat ziet er dan als volgt uit. We maken hier een class. En die noemen we kernel 32. En define virtual alloc als volgt. Dus als een public static external functie virtual alloc uit kernel 32 met de volgende argumenten. En het retour argument of de return value is een int ptr. Laten we nu hetzelfde doen voor create thread, zodat we ook die API kunnen importeren. Even kijken waar we deze kunnen vinden. Create thread uit kernel 32. En deze C# signature ziet er goed uit. Laten we deze gebruiken voor de create thread import. Define create thread. En deze mogen achter elkaar als volgt zo. Met een extra tapje erbij. Wat we nu gaan doen is de benodigde shellcode maken, welke we deze keer compilen voor PowerShell en dus met de MSF Venom PS1 optie.
En dat ziet er dan als volgt uit. En we zeggen Venom-P. We gebruiken inderdaad ook Windows 64 bits Shell Reverse. TCP en de L-host klopt. Ik kan hem net goed zo afmaken. De L-host klopt, de L-port klopt ook. De exit function als thread klopt. En we willen hem alleen niet hebben als VB application, maar als PS1 op deze manier. En dan gaan we deze ook in ons script plaatsen. Die mag hieronder erbij komen te staan. En nu hebben we de shellcode in het PowerShell script geplaatst. En kunnen we het formaat van de buffer gaan bepalen. Daarna gaan we de ruimte toewijzen in het geheugen. De buffer kopiëren met de .NET copy methode. En tenslotte gaan we de thread starten. En dat ziet er dan als volgt uit. We maken een size variabele. En die is gelijk aan de lengte van de buffer. Dus buff.length. Vervolgens gaan we het geheugen reserveren op de volgende manier. Vergelijkbaar met hoe dat ook in de macro met VBA eruit zag. We roepen virtual alloc aan met de size van de buffer die we willen reserveren. Vervolgens we willen nieuw geheugen reserveren. En dat geheugen moet writable, executable en readable zijn. Wat we dan gaan doen als we de ruimte in het geheugen toegewezen hebben gekregen, gaan we onze buffer kopiëren naar deze ruimte toe. En dat doen we dus met de System Runtime Interrupt Service.Marshall copy methode. En hier kopiëren we de buffer vanaf de eerste positie naar het doeladres of de gereserveerde ruimte in memory, welke daar gespecificeerd staat. En dit doen we voor het volledige blok met dus de grootte van de hele shellcode. Dat alles wordt naar memory gekopieerd en het enige wat we dan nog moeten doen is het starten van de thread. En het starten van de thread ziet er dan als volgt uit. Create thread en we starten met het draaien van de thread op het volgende adres. En nu hebben we een werkend PowerShell script welke via de Windows 32 API's de shellcode in het geheugen laat. Laten we dit script eens gaan hosten op onze attacker machine en een macro maken welke dit script downloadt en uitvoert. Het eerste wat ik eigenlijk nog wel wil fixen is dat we PowerShell syntax hebben in Sublime Text. Even Ctrl-Shift-P. PowerShell, dat bestaat niet. Install package control. En vervolgens install package. En laten we de bovenste eens installeren. En set syntax to PowerShell. Dit ziet er al een stuk fijner uit. Maar dit PowerShell script voor nu is dus klaar. En laten we een webserver starten om dit PowerShell script te hosten. Even kijken, we zitten op de desktop. Dus dan is het sudo python 3-m HTTP server op port 80. En die starten we met Kali. En het volgende wat we gaan draaien is een Netcat listener op de poort die we gespecificeerd hebben in de shellcode en dat is poort 8888. Laten we teruggaan naar onze Windows machine en laten we onze macro documenten nog eens een keertje openen. Nou bevat deze nog de oude macro, dus waarschijnlijk heeft mijn Netcat listener een connectie te pakken. Dat willen we niet. Dus laten we dit scherm even schoonmaken en opnieuw starten. En dan gaan we onze macro bewerken. Dit is dus de macro uit de vorige video.
Onze functie kan weg. Onze imports kunnen weg. En dan houden we alleen onze subs over. En dit is de sub macro. En die sub willen we aanroepen in de document open. En in de auto open. En deze macro sub die gaan we aanpassen. En die aanpassing ziet er als volgt uit. We specificeren een string en die noemen we str. Deze str bevat de volgende waarde. Dat is een PowerShell commando. Standaard PowerShell download string. En we downloaden ons PowerShell bestand. En die voeren we met IAX. Voeren we die uit. En vervolgens starten we deze string met de shell methode. En dat doen we volledig verborgen door middel van vbhide. Alleen mijn PowerShell script had een andere naam volgens mij. Dat was shellcode.ps1. Dus laten we deze kleine change doorvoeren. En de macro opslaan. En wanneer we nu dit document uitvoeren, zal de PowerShell shellcode runner gedownload en uitgevoerd worden. Als alles goed is, resulteert dit dus ook in een werkende reverse shell. Wanneer we in plaats van een reguliere reverse shell een ingewikkeldere payload zouden gebruiken, zoals een meterpreter reverse shell, welke meer tijd nodig heeft om de connectie op te bouwen, dan zou deze niet werken. Onze vorige VBA shellcode runner kreeg meer tijd voor de uitvoering, omdat we het bovenliggende proces Word niet beëindigden. In deze versie zijn we afhankelijk van het PowerShell script. Als het script klaar is voordat de uitvoering compleet is, dan wordt de reverse shell nooit volledig opgebouwd. We moeten dus nog een wait inbouwen. We kunnen hiervoor een andere Win32 API gebruiken. En dit is de wait single object API, welke het script pauzeert tot het script is uitgevoerd. Laten we eerst de syntax daarvan eens opzoeken op pinvoke. En dat is wait for single object. En deze signature ziet er prima uit. Dus laten we deze eens toevoegen. Define wait for single object. En die ziet er dan als volgt uit. Een public static gaan we daarvan maken. Met als return value een uint32, een int_ptr voor de handle en een uint32 voor de db milliseconds. En tenslotte gaan we er als volgt voor zorgen: kernel32. En dan roepen we aan wait for single object. En we wachten op het object wat in deze variabele, in deze thread, is de create thread gedefinieerd. Dus we gaan ook wachten tot deze thread klaar is. Dus we specificeren nu deze t-handle als waarde waarop gewacht moet worden. En vervolgens specificeren we een uint32 met deze waarde, wat feitelijk betekent wacht tot dit proces gesloten is voordat het script wordt afgesloten. Op dit punt gebruiken we nog de addType, wat we hier doen.
om de C-Sharp compilatie uit te voeren. Deze roept op de achtergrond de CSC compiler aan en deze schrijft alsnog files naar disk, ook al lijkt het erop dat we dit volledig in memory uitvoeren, omdat we memory reserveren, de shellcode daar naartoe kopiëren en vervolgens een thread starten op het memory. Dan nog zorgt de compiler ervoor dat er temporary files naar disk geschreven worden. En dat betekent dus ook dat op het moment dat files naar disk geschreven worden, dat een antivirus scanner daarop kan triggeren. En dat willen we dus niet. Laten we dat dus even tonen hoe dat eruit ziet. Netcat Listener draait. En laten we dan eens heel even naar Windows gaan. Deze sluiten. En laten we dan Process Monitor eens gaan starten om te kijken wat er gebeurt. En het lijkt me handig om inderdaad een filter in te stellen, zodat we exact te zien krijgen wat er gebeurt. Als we alle filters weghalen, zien we namelijk veel te veel en dan zien we door de bomen het bos niet meer. We willen in de gaten houden wat er gebeurt in het PowerShell proces, dus process name is powershell.exe, then include. You did not add the item. Ja, ik wil hem wel toevoegen nog aan het filter. En het enige wat ik nu nog moet doen is het starten van de macro om het PowerShell script te downloaden en uit te voeren. En we zien een hele hoop waardes retour. En zoals je ziet komt er al een aantal keer een create file actie terug. En laten we nou eens kijken of dat we ook nog kunnen zien waar de temp files worden weggeschreven. Normaliter vinden we die in app data local temp. Maar zoals je ziet gebeurt er vrij veel op de achtergrond op het moment dat we dus een proces starten. Misschien kunnen we zoeken dat dat even wat sneller is. AppData local temp. Dat vinden we zo niet terug. Nee, geen filter. Extensie is meestal cmdline. Dus laten we eens kijken of dat we die misschien kunnen vinden. Kennelijk wel, maar waar? Daar. En dit is precies het punt waar antivirus scanners over kunnen vallen. We zien hier namelijk een create file en een write file in admin app data local temp. En het temporary file met dla0mtmp.cmdline wordt hier weggeschreven en bevat onze shellcode. Om onze code nog beter te maken willen we dat de shellcode volledig in memory draait. En er bestaat een techniek welke ons in staat stelt om dynamisch de API's aan te spreken. Deze techniek wordt vaak gebruikt door low-level talen zoals C. Deze methode is aanzienlijk meer werk, maar laten we eens kijken of dit ons gaat lukken. Om een dynamische opzoeking van functieadressen uit te voeren, biedt het besturingssysteem twee speciale Win32 API's genaamd getModuleHandle en getProcAddress. Dat zijn deze. Niet deze. Maar getModuleHandle en getProcAddress. GetModuleHandle verkrijgt een handle voor de opgegeven DLL, wat in feite het geheugenadres is van het DLL-bestand. En dan moeten we het adres opzoeken van een specifieke functie in deze DLL. En dit kunnen we doen door het memory-adres, de DLL-handle, en de functie door te geven aan GetProcAddress. Deze zal vervolgens het functieadres retourneren. Het eerste wat we gaan doen is getAssemblies gebruiken om de preloaded assemblies in de PowerShell te zoeken. Omdat elke assembly een object is, gebruiken we een forEachObject cmdlet
om er doorheen te lopen. Daarna kunnen we getTypes aanroepen voor elk object via de $$_variabelen om de methodes en structuren van elk object te verkrijgen. De $_variabelen bevat het huidige object op dat moment. We gaan dus zoeken in de preloaded assemblies op de aanwezigheid van de getModuleHandle en de getProcAddress APIs. Zoals je al gezien hebt, wanneer C-sharp code direct een Win32 API gaat aanroepen, moet deze het unsafe keyword hebben. Bovendien, als er functies moeten worden gebruikt, moeten deze als statisch worden gedeclareerd. Dit wetende, zullen we nog een for each lus moeten uitvoeren op alle reeds ontdekte objecten, zodat we met het getMemberCMDLet in combinatie met de static flag kunnen zoeken naar alleen statische eigenschappen of methoden. Ten slotte sturen we de static eigenschappen door naar het whereObjectCMDLet en filteren we op unsafe typenames. Uiteindelijk zou dit elke functie moeten dumpen die aan onze criteria voldoet. Ik denk dat het handig is dat we dit even stap voor stap gaan opschrijven. Het eerste wat we gaan doen is alle assemblies laden uit het huidige app-domein. En dat doen we als volgt. En we kunnen zien wat deze code normaliter output. Dit zijn alle assemblies welke we momenteel beschikbaar hebben in ons huidige app-domein in PowerShell. En vervolgens gaan we binnen deze assemblies gaan we zoeken met een for each object loop als volgt. En daarbij gaan we getTypes toepassen om van elke assembly de structuren en objecten retour te krijgen. Dat is een beetje te ver. En van al die objecten, daar gaan we ook weer een loop op doen. En het eerste wat we gaan opvragen zijn alle statische members. En dat doen we dus met getMemberStatic. En van alles wat we daarvan retour krijgen, alle static members, daarvan willen we hebben dat de type name het woord unsafe bevat. En vervolgens kunnen we deze for each object loop sluiten. De volgende kunnen we ook sluiten. Alle overige meuk, dat dumpen we naar de variabele 0. En tenslotte kunnen we de for each object loop die hierboven staat, ook die kunnen we sluiten. En dat ziet er dan als volgt uit. En laten we eens kijken wat we daarvan retour krijgen wanneer we dit uitvoeren. En wat je ziet is dat deze code een enorme hoeveelheid output genereert. Laten we deze eens dumpen naar een file om er wat makkelijker doorheen te kunnen scrollen. Dus we willen alle content naar out.txt dumpen. En dat doen we op onze desktop. Dus we gaan eerst naar de desktop. En vervolgens voeren we het commando nogmaals uit. En we hebben nu de output in een file staan en dus kunnen we makkelijk zoeken naar getModuleHandle. En getModuleHandle komt 1, 2 keertjes voor. En deze bevindt zich in Microsoft Win32 Unsafe Native Methods en deze bevindt zich in System.NET Unsafe NCL Native Methods plus SafeNet Handles. Maar wanneer we kijken naar deze klasse, de Unsafe Native Methods, dan zien we ook dat we hier ook getProcAddress hebben staan. En we vinden in deze klasse dus beide vereiste functies. Nu moeten we kijken of we kunnen achterhalen welke assembly deze twee functies bevat.
Om dit te doen zullen we de code wijzigen zodat eerst de assembly location getoond wordt. En dit kunnen we bewerkstelligen via location en vervolgens binnen de geneste for each lus zorgen dat de typename overeenkomt met Microsoft Win32 Unsafe Methods. En dan ziet het er als volgt uit. We openen de for each loop. En als we dat gedaan hebben, dan printen we de huidige locatie van de assembly. En dat doen we met $_.location. En vervolgens kunnen deze allemaal een tapje opschuiven. GetMemberStaticWareObject. En het volgende wat we willen bewerkstelligen is dat de typename equals nu Microsoft Win32 Unsafe Native Methods. Equals. Op deze manier. En we willen de output tonen op het scherm. En laten we dit eens uitvoeren. En laten we eens gaan kijken in welke assembly de functies zich bevinden. We hebben hier getProcAddress en getModuleHandle en die bevinden zich in de volgende assembly. Er is echter een probleem. Deze methodes zijn alleen bedoeld om intern te worden gebruikt door de .NET code. We kunnen deze helaas niet rechtstreeks aanroepen vanuit PowerShell of C#. Om dit op te lossen gaan we deze methodes indirect aanroepen. En dit is waar het pas echt lastig wordt. De eerste stap is het verkrijgen van een verwijzing naar deze functies. Om dat te doen moeten we eerst een referentie maken naar de systemdll assembly met behulp van de getType method. Vervolgens kunnen we de getModuleHandle en getProcAddress methodes lokaliseren. Wat we gaan doen ziet er dan als volgt uit. Laten we deze even sluiten. En in zijn totaliteit is dit wat we nu gaan doen. Allereerst maken we een variabele, die noemen we systemdll. En hierin laden we alle assemblies met dit commando. Dan pijpen we deze door naar het whereObject filter, waarbij we de assemblies filteren op het feit dat de Global Assembly Cache property gezet is. De Global Assembly Cache is een lijst van alle native en geregistreerde assemblies op Windows, waarmee we de non-active assemblies eruit kunnen filteren. Met de tweede filter gebruiken we een split en controleren we of het laatste deel van het bestandspad systemdll is, zoals we deze verkregen hadden via de location eigenschap. En dat is dus dit stukje location split, splitten op basis van een backslash, waarbij het laatste stukje overeenkomt met systemdll. Vervolgens gaan we dynamisch verwijzingen naar objecten verkrijgen die normaliter voor private of internal gebruik zijn, zoals de systemdll assembly en de aanwezige unsafe native methods. Deze methode kennen we als reflection techniek. We doen dit door gebruik te maken van getType, welke ervoor zorgt dat we tijdens runtime een verwijzing naar de systemdll assembly kunnen krijgen. En dat doen we dus in dit laatste stukje. We maken een variabele, die noemen we unsafeObjects. Vervolgens pakken we de variabele systemdll, wat we hier hebben gedaan, hierboven. En daarvan gebruiken we getType. En we verkrijgen hiermee de Microsoft Windows 32 Unsafe Native Methods. Hetzelfde moeten we nogmaals doen, maar dan met getMethod in plaats van met getType, om de referentie te krijgen naar de getModuleHandle methode. En dat ziet er dan als volgt uit. We maken hier de getModuleHandle variabele, waarbij we de unsafeObject getMethod gebruiken. Dus op hetgeen wat we hier geretourneerd hebben gekregen, daar gebruiken we getMethod op. En we zoeken daar naar de getModuleHandle. En laten we dan deze code eens uitvoeren om te kijken wat daar gebeurt. En ik wil de uitkomst zien, dus ik wil hem niet stoppen in een variabele. Ik wil hem tonen op het scherm. En dat ziet er dan als volgt uit.
Als hij wil plakken, dan doen we het nog een keertje. En ik heb nu natuurlijk de variabelen weer gebruikt. Dus echo get module handle. En dit is de informatie die we hieruit retour krijgen. En je ziet dat we inderdaad de get module handle functionaliteit in onze variabelen hebben zitten. Het uitvoeren van deze code retourneert dus het methodeobject uit de systemdll assembly, ondanks dat dit een internal only methode is. Nu kunnen we de internal invoke methode gebruiken om getModuleHandle aan te roepen en het base adres te verkrijgen van een unmanaged DLL. De invoke functie heeft twee argumenten nodig. Het eerste argument is om het object aan te roepen. We gebruiken echter nu een statische methode en dus kunnen we dit instellen op 0. En het tweede argument is een array van argumenten welke we nodig hebben voor de methode die we aanroepen. Omdat de Win32 GetModuleHandle API alleen de naam van de DLL nodig heeft, gebruiken we dus alleen dat argument. We kunnen nu dus de kernel32 DLL file aanroepen en dat ziet er als volgt uit. We roepen dus invoke aan en dat doen we op de getModuleHandle welke zich bevindt in de kernel32 DLL. Omdat het een statische methode is, gebruiken we hier 0 als argument. En als we dit uitvoeren, dan krijgen we een decimale representatie retour van het memoryadres waar deze methode zich bevindt. En dat is deze. Laten we deze eens converteren naar hexadecimaal. Decimal to hexa. Decimal. En dan hebben we de volgende waarde. Dat is deze. En laten we eens gaan kijken of dat dit klopt. Dat kunnen we doen met Process Explorer. Welke we moeten starten als administrator. We kiezen ervoor bij View om de lower pane in te stellen op DLL's. En als we dan naar het PowerShell proces gaan kijken. En we kiezen voor kernel32 DLL. Dan zul je zien dat dit adres 7FFA eindigt op 5000. Overeenkomt met ons adres 7FFA eindigt op 5000. Nu we getModule hebben uitgevoerd en het adres van de base DLL hebben achterhaald, moeten we getProcAddress uit gaan voeren om de API te achterhalen. Laten we het adres van getProcAddress eens op dezelfde manier achterhalen. En dat doen we dan in plaats van getModuleHandle gaan we hier kiezen voor getProcAddress. Ik verdubbel hem eventjes. Laten we hem even in een nieuwe tab zetten. En getModuleHandle vervangen voor getProcAddress. Dus we noemen de variabele getProcAddress. We gaan op zoek naar de getMethod voor getProcAddress. En vervolgens doen we daarop een invoke. Die bevindt zich ook in kernel32. En is een statische methode. Dus dit zou het adres moeten retourneren voor getProcAddress. Punt is alleen, bij het uitvoeren van deze methode krijgen we dus deze melding. Een dubbelzinnige treffer gevonden of een ambiguous match found wanneer het een Engelse versie is van PowerShell. En dit komt omdat er meerdere resultaten van getProcAddress gevonden zijn binnen de Microsoft Win32 Unsafe Methods. Dus in plaats van getMethod, wat dus enkelvoud is, kunnen we getMethods gebruiken, meervoud, om alle getProcAddresses methodes in de Microsoft Windows 32 Unsafe Methods te verkrijgen. Dus dat ziet er dan als volgt uit. In plaats van getMethod zouden we hier getMethod kunnen gebruiken. We moeten echter nu wel een forEach loop gebruiken om alleen te filteren op het getProcAddress en vervolgens definiëren we de eerste waarde uit de array die we maken. De C-variant van getProcAddress vereist twee argumenten, namelijk het base-adres van de DLL en de naam van de functie.
En aangezien we getproc-adres uiteindelijk gaan gebruiken om het adres te vinden van virtualalloc in kernel 32, gaan we dus weer een invoke uitvoeren op getproc-adres. En in zijn totaliteit ziet het dat dan als volgt uit. Laten we dit even meenemen. Dit is voldoende. Dus we achterhalen hiermee eerst getModuleHandle. En uiteindelijk gaan we dit in een variabele stoppen die we kunnen hergebruiken. En die noemen we dan kernel 32. Dan gaan we een lege variabele maken. Die noemen we even temp. En dan maken we weer een unsafe object getMethods. Laten we die gewoon even kopiëren voor het gemak. Dat ziet eruit als twee keer. Eén keer is voldoende. We doen een getMethods en voor elk object, zie dat het meervoud is, voor elk object wat matcht met de naam getProcAdres, plaats die in de temp array. Het volgende wat we doen is om daar slechts één instance uit te halen. De eerste instance met de array nummer 0, dat is de eerste in een array. En dan gebruiken we getProcAdres invoke met 0. @kernel32 en wat we dan zoeken daarin is virtualalloc. Virtualalloc. En als we dit goed hebben gedaan, dan kunnen we met deze code succesvol het adres achterhalen van de virtualalloc Windows 32 API. Laten we die code eens uitvoeren. Iets daarin gaat nog niet goed. Getproc-adres 0, kernel 32. Daar hoeft helemaal geen quote omheen, want we moeten hier de variabele gebruiken die we daar specificeren. Kernel 32 DLL en virtualalloc. Nogmaals. Virtualalloc. En dat komt omdat ik hier de variabele met dubbel L heb gespecificeerd en hem aanroep met een enkele L. Driemaal is scheepsrecht, dus we proberen het gewoon nog een keer. Nog steeds 0. Variabele kernel 32. Kernel 32.dll. Zonder DLL. En uiteindelijk krijgen we een memory adres retour. En dit is het memory adres van virtualalloc. We kunnen dit hele stukje code herschrijven naar een functie, zodat we deze functie vaker kunnen gebruiken voor Windows API's, welke we zoeken dynamisch in het geheugen. En in zijn totaliteit zou die functie er als volgt uitzien. We maken een lookup functie en hierin doen we feitelijk hetzelfde als wat we zojuist ook gedaan hebben. En wat we nodig hebben om deze functie aan te roepen is de modulenaam en de functienaam. Laten we deze eens voor de grap opslaan als een PS1. Op de desktop en die noem ik lookupfunc.ps1. Import module lookup functionality ps1 en we zouden dan lookup func kunnen gebruiken met hoofdletters. En wat we dus nodig hebben is uiteindelijk de modulenaam en de module die ik zoek bevindt zich in kernel 32. En de functie die ik zoek is createThread.
En we krijgen nu hier het memory adres retour van create thread. En hetzelfde zouden we ook nog kunnen doen voor wait for single object. Wait for single object. En nu hebben we dus via een reflection de adressen van de Windows 32 API's achterhaald. En in resume hebben we dus het volgende gedaan. We wilden de virtual alloc create thread en wait for single object API's aanspreken. Deze wilden we dynamisch opzoeken middels de functies getModuleHandle en getProcAdres voor het verkrijgen van het DLL geheugenadres en het adres van de methode in de DLL. We hebben een zoekopdracht gedaan in de preloaded assemblies. En we hebben gezien dat systemdll de assemblies getModuleHandle en getProcAdres functies bevatten. We hebben het geheugenadres van de getModuleHandle locatie achterhaald door getType en getMethod te gebruiken. En nadat we het adres hadden achterhaald, konden we met invoke de getModuleHandle functie aanroepen, waarmee we het geheugenadres van een DLL hebben opgevraagd. Daarna hebben we het adres van getProcAdres opgevraagd en met dit adres kunnen we dynamisch de adressen opvragen van dus onder andere virtual alloc, create thread en wait for single object. Het volgende dat we via reflection gaan achterhalen zijn de argumenttypes. We moeten namelijk weten welke argumenten vereist zijn en de bijbehorende gegevenstype moeten worden gekoppeld. In C# gebeurt dit met de getDelegateForFunctionPointer methode. Deze methode heeft twee argumenten nodig. Eerst het geheugenadres van de functie en ten tweede het functieprototype. In C# noemen we een functieprototype ook wel een delegate. Een delegate is een type dat verwijzingen naar methoden met bepaalde parameters en retourtypes vertegenwoordigt. Wanneer een delegate gedefinieerd wordt, kunnen we deze koppelen aan elke methode met de compatible signature en return type. We kunnen de methode vervolgens aanroepen via de delegate. Delegates worden gebruikt om methodes als argumenten door te geven aan andere methoden. Event handlers zijn niets meer dan methoden die worden aangeroepen door delegates. In C# definiëren we een delegate als een int delegate en dan de naam en zijn argumenten. Helaas kent PowerShell geen equivalent van het delegate keyword. Dit betekent dat we dit op een andere manier moeten verkrijgen. En ook dit is mogelijk met reflection. Zoals we geleerd hebben door het gebruik van addType wordt het gedelegeerde type gemaakt wanneer de assembly wordt gecompileerd. Maar nu zullen we handmatig een assembly in het geheugen moeten maken en deze vervolgens moeten vullen met inhoud. Eerst laat ik zien hoe dit opgebouwd wordt en daarna maken we hier een functie van. We kunnen dan met deze twee functies onze full in-memory shellcode runner bouwen. De eerste stap is om een nieuw assembly object te maken via de assembly name klasse en om deze een naam toe te wijzen. We kunnen dit gaan uitvoeren door eerst een nieuwe variabele te maken genaamd MyAssembly en instellen op het geïnstantieerde assembly object met de naam ReflectedDelegate. En dat ziet er dan als volgt uit. Laten we deze hier gaan schrijven. We maken een variabele, die noemen we MyAssembly. En vervolgens kiezen we ervoor om een nieuw object te maken, een System Reflection Assembly Name te geven van Reflected Delegate. Voordat we de assembly kunnen vullen, moeten we de Access Mode configureren. Dit is een belangrijke permission, omdat we willen dat het uitvoerbaar is en geen kopie opslaat op disk. We kunnen dit doen via de methode DefineDynamicAssembly. We geven hier eerst de naam op naar onze custom assembly en vervolgens stellen we deze in als executable door de run toegangsmoduswaarde op te geven die is gedefinieerd in de System Reflection Emit Assembly Builder Access Namespace. En dat ziet er dan als volgt uit. Als domein geven we ons current domein op ons current app domein. En vervolgens zeggen we de MyAssembly Builder. Dat is dan het current app domein, DefineDynamicAssembly. En dat is dan MyAssembly, die we zojuist gemaakt hebben. En daar doen we een System Reflection Emit Assembly Builder Access op met een run. En op deze manier maken we deze dus executable. Omhoog, zo.
Nu we de naam en de toegangsmodus hebben ingeschakeld, kunnen we beginnen met het vullen van de assembly. Binnen een assembly is de belangrijkste building block een module. We kunnen een module maken via de Define Dynamic Module methode. En we geven deze module een naam zoals memModule. En als tweede argument kunnen we symbol information opgeven, maar aangezien dit niet nodig is, zetten we deze op vals. En onze vierde regel ziet er dus als volgt uit. De MyModule builder variabele gebruikt de MyAssembly builder die we hiervoor gemaakt hebben met Define a Dynamic Module. En we maken dus de module genaamd memModule en we geven geen symbol information mee en dus plaatsen we deze op vals. Nadat we de module hebben gemaakt, kunnen we een custom type maken welke onze delegate wordt. Dit doen we via de define type method. Om dit te doen, moeten we drie argumenten instellen. De eerste is de aangepaste naam en in ons geval wordt dat de delegate type. De tweede is de gecombineerde lijst van attributen voor het type. We kiezen hierbij voor een class, zodat we deze later kunnen instantiëren. Daarnaast is de class een public en non-extendable class, welke ASCII gebruikt in plaats van Unicode. Ten slotte kiezen we ervoor de class in te stellen om automatisch te worden geïnterpreteerd. En dit is een vereiste en relatief slecht gedocumenteerde setting. Als derde en laatste argument moeten we het type specificeren waarop het type wordt gebouwd. We kiezen voor de Multicast Delegate class om een delegate type te maken met meerdere entries waarmee we de Dual API kunnen aanroepen via meerdere argumenten. In zijn totaliteit ziet dit er dan als volgt uit. Als Ctrl-V je doet. Je ziet hier dat we de variabele MyTypeBuilder maken. En vervolgens roepen we de MyModuleBuilder aan en definiëren we het type. We noemen hem DelegateType met de volgende argumenten. En tenslotte kiezen we voor een System Multicast Delegate. ANSI-class betekent dat ASCII gebruikt wordt. Sealed betekent dat hij non-extendable is. Public dat hij public is en we gebruiken dus een class. En eindelijk zijn we klaar om het functieprototype in het type te plaatsen, waardoor het onze delegate type wordt. Eerst definiëren we de constructor via de define constructor methode. En ook hier moeten we weer drie argumenten specificeren. Het eerste argument bevat de attributen van de constructor zelf. Gedefinieerd door method attributes enum. We maken de constructor public en vereisen dat er via name en signature naar verwezen wordt. Het tweede argument is de aanroepconventie voor de constructor. Deze definieert hoe argumenten en return values worden afgehandeld door het .NET framework. En in ons geval kiezen we voor de standaard calling conventie door de opsommingswaarde system reflection calling convention standaard te gebruiken. In het laatste argument komen we tot de kern van het verhaal. We kunnen eindelijk hier de parametertypes van de constructor definiëren. Dit wordt dus onze functie prototype. In zijn totaliteit als volgt. We definiëren een MyConstructorBuilder variabele, waarbij we de MyTypeBuilder instantiëren met de DefineConstructor. Wat we doen is, we geven hier de naam hide by sich, zodat die aangeroepen kan worden via signature en name. En we maken hem public. We gebruiken de standaard system calling conventions. En vervolgens geven we hier de types op die nodig zijn voor onze functie. En nu de constructor gemaakt is, moeten we deze dus aanroepen. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we een paar implementation flags met de set implementation flags methode definiëren. Dit doen we met behulp van waarden die worden beschreven in de method imp attributes enum. We kiezen voor runtime en managed, omdat het tijdens runtime wordt uitgevoerd en omdat de code managed is. En de volgende flags voegen we dus als volgt toe. Maar omdat het .NET framework daadwerkelijk vereist dat de delegate type gebruikt moet worden bij het aanroepen van een functie, moeten we nog de invoke methode definiëren. Laten we eerst eens even op papier zetten hoe dit er in zijn totaliteit uitziet. Dat ziet er dan als volgt uit, zonder deze, want die hadden we al.
We gebruiken hiervoor de define method functie om de instellingen voor de invoke methode te maken en te specificeren. Define method heeft 4 argumenten nodig. De eerste is de naam van de definiëren methode en in ons geval is dat de invoke methode. Het tweede argument bevat de methode attributen uit de method attributes enum. En in ons geval kiezen we voor public om de functie toegankelijk te maken. Hide by sig om toe te staan dat het moet worden aangeroepen met zowel de naam als de handtekening. En tenslotte nieuw slot en virtual om aan te geven dat het een virtuele methode betreft en dat het altijd een nieuw slot in de VT-table krijgt. VT-table, virtual table, excuses. Invoke, public, hide by sig, nieuw slot en virtual. En als derde argument, dit laatste stuk, specificeren we de return type van de functie en tenslotte definiëren we de reeks argumenttypes die we al eerder hebben geïdentificeerd toen we voor het eerst de API aanriepen. En in dit geval heb ik deze nog even leeggelaten en geplaatst als type. Die gaan we later volledig invullen. Net als bij de constructor moeten we de implementation flags instellen zodat de invoke methode aangeroepen mag worden. Dit wordt gedaan via de setImplementationFlags methode en om het gedelegeerde type te instantiëren roepen we onze aangepaste constructor aan via de createType methode. En dat stukje plaatsen we eronder en ziet er als volgt uit. En nu we alle elementen separaat bekeken hebben, is het tijd om hier een functie van te maken, zodat het aanroepen ervan een stuk dynamischer wordt. We noemen onze functie getDelegateType. En zal 2 argumenten nodig hebben om te functioneren, namelijk de functieargumenten en het return type van de Win32 API. Als we deze compleet als functie maken, ziet er dat in zijn geheel als volgt uit. En dat is een stukje compacter. We kunnen beide functies nu gebruiken om virtual alloc aan te roepen. Laten we beide functies nog eens onder elkaar plaatsen en dus de lookup functie die we eerder gespecificeerd hebben hierboven zetten. Laten we nu virtual alloc eens gaan aanroepen. Het eerste wat we gaan doen is het memory adres verkrijgen van virtual alloc in kernel 32 en dat doen we dus met de lookup functie die we eerder bekeken hebben. We gaan nu een nieuw delegate maken. En we definiëren dus een return type en zijn argumenten. De virtual alloc delegate type, daarvoor gebruiken we de functie getDelegateType die we zojuist gemaakt hebben. En onze return methode of onze return functie wordt een int ptr en de argumenten definiëren we als een uint32, een uint32, een uint32. En even kijken of ik dat goed zeg. Dit zijn de argumenten die we opgeven. En dit is het return type. Laten we dat eens verifiëren. Nog een keertje door te gaan kijken naar virtual alloc. En laten we dat doen op pinvoke. Pinvoke gebruikt een, voor virtual alloc zegt hij een return type van een int ptr en vervolgens een int ptr, een uint en een uint en dat komt overeen met wat we hier specificeren. Het volgende wat we gaan doen is onze functie specificeren en dat doen we door gebruik te maken van het adres waar de functie zich bevindt, dus het adres wat we hierin hebben opgeslagen en door onze delegate te definiëren, onze structuur waarin we de argumenten kunnen plaatsen. En dat ziet er in zijn totaliteit als volgt uit. We specificeren we virtual alloc als variabelen. We roepen system runtime interrupt services Marshall aan met de getDelegate for function pointer. En we verwijzen dan naar de 2 argumenten die hiervoor nodig zijn, namelijk het memory adres van virtual alloc en het adres van zijn delegate type. En het laatste wat we dan kunnen doen is het uitvoeren van onze complete functie met de variabelen die we eerder hebben gezien. We roepen dus invoke aan op onze virtual alloc. We geven hierop een return type als een int ptr.
En we geven de volgende waardes op om, het juiste geheugenblok in memory te definiëren. We kunnen bovenstaande eventueel nog verkleinen door de lookup func en de getDelegate type te embedden in de getDelegate for function pointer. We zouden dus deze variabelen kunnen vervangen door deze methodes volledig aan te roepen. En tenslotte de invoke uit te voeren. En dat zouden dan compact als volgt uitzien. Maar voor de leesbaarheid zullen we gewoon deze uitgebreide schrijfwijze aanhouden. En het volgende wat we dus moeten gaan doen is om onze shellcode hier in te voeren. We hebben namelijk eerst de shellcode nodig, zodat we de lengte van die shellcode kunnen bepalen. En de shellcode naar het memory kunnen verplaatsen. Precies zoals we dat ook voorheen gedaan hebben. Dus laten we onze shellcode hergebruiken, die hier nog op onze Kali-machine staat. En dat is deze shellcode. En het volgende wat we ook kunnen gebruiken is het interrupt services marshal copy command. Waarmee we de shellcode inderdaad naar het geheugen wat we zojuist gereserveerd hebben met virtual alloc gaan verplaatsen. Dus laten we eerst de shellcode eens even plaatsen. Die kunnen we mooi hierboven plaatsen. En vervolgens kunnen we de kopie naar memory gaan definiëren. En die ziet er dan als volgt uit. Copy de buffer. Die variabele klopt nog. Alleen de ruimte die we gereserveerd hebben staat nog niet in een variabele. Dus dat doen we als volgt. En het volgende wat dus bepaald moet worden is de size van de shellcode. En dat doen we met buffer length. Op deze manier. En het ziet eruit dat dit klopt en dat we nu nog twee API's nodig hebben, namelijk create thread en wait for single object. Deze moeten we aanroepen alvorens we onze volledige in-memory shellcode runner werkend hebben. Dus laten we deze dan ook definiëren. En die definiëren we als volgt. Eerst wat we gaan doen is create thread aanroepen. En daarvoor gaan we weer hetzelfde trucje doen als we voorheen hebben gedaan. Het allereerste wat we gaan doen is het memory adres achterhalen van create thread in kernel 32. En dat doen we dus weer met onze lookup function. Het volgende wat we gaan doen is het definiëren van de delegate. Dus zijn return type en zijn elements of zijn arguments. Wat er voor create thread als volgt uitziet. De volgende argument types. En zijn return value. Het volgende wat we gaan doen is de functie definiëren met de getDelegate for function pointer. Precies zoals we gedaan hebben met virtual alloc, maar dan nu met de variabele createThreadAdres, het adres van createThread en zijn delegateAdres. En het laatste wat we dan gaan doen is werkelijk de functie uitvoeren. We gaan dus een createThread maken. En dat doen we weer met de zeros. Het geheugen wat we gedefinieerd hebben, dat is in ons geval, even kijken wat hadden we ervan gemaakt, adres. En dan zijn we klaar om onze laatste API aan te roepen, namelijk wait for single object. En wederom hier hetzelfde trucje. Achterhalen eerst het adres. Vervolgens definiëren we de delegate. Dan roepen we met de getDelegate for function pointer de functie aan. En daarna voeren we de functie uit. En dat ziet er in zijn totaliteit dus als volgt uit. Het enige wat we nog moeten veranderen is dat we hier verwijzen naar hThread als variabele. Dus we moeten de thread nog in de variabele zetten. En dit zou onze volledige in-memory shellcode runner moeten zijn. Laten we deze eens kopiëren en overbrengen naar onze Kali-machine. We hebben hier shellcode.ps1. Laten we deze eens gaan vervangen voor onze nieuwe shellcode runner, die toch echt een stukje uitgebreider is, maar wel volledig in memory zou moeten zijn. Ik
draai nog een webserver en ik start een nieuwe Netcat Listener. En ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als we nu in Windows onze macro nogmaals gaan openen. Process Explorer mag gesloten worden, PowerShell mag gesloten worden, onze Sublime Text mag ook dicht. Die hebben we niet meer nodig. En onze macro gaan we opnieuw starten. Macro document start. We zien niets gebeuren en laten we eens kijken of we een shell hebben. Shellcode.ps1 is opgehaald en resulteerde in een werkende shell. Laten we ook eens gaan kijken of we nu nog bestanden hebben die weggeschreven worden naar de achtergrond. En daarvoor switchen we terug naar Windows. Laten we trouwens Netcat even opnieuw starten. Zo. En vervolgens kijken we terug naar Process Monitor, waarbij we alle huidige content even eruit filteren. En vervolgens de macro herstarten. Waarbij er weer voldoende op de achtergrond wordt uitgevoerd. Laten we nu eens zoeken naar CMD Line. En daar heeft hij even voor nodig. Er is namelijk nog best al wel wat output. Maar CMD-line wordt niet gevonden. Bottom line, we schrijven op dit moment geen enkel bestand meer weg naar de disk. En onze shellcode runner werkt perfect. Yes, dat was een succes, beste mensen. Onze shellcode runner draait volledig in memory. En dat hebben we gedaan door met ons PowerShell script Reflection toe te passen, .NET assemblies uit te lezen en te gebruiken en ervoor te zorgen dat er dus echt nul files worden weggeschreven op die disk. Dat zorgt ervoor dat we een stealthier techniek gemaakt hebben dan die we hadden in de vorige video. En uiteindelijk willen we er naartoe dat er geen enkele alarmbel van geen enkele antivirus scanner meer gaat rinkelen. En een van de zwakke punten op dit moment is nog onze macro, want al lijkt de macro nog zo simpel, in de volgende video laat ik je zien dat ook aan deze macro die we gebruiken voor het ophalen van de PowerShell shellcode runner, dat ook daar nog een aantal verbeteringen aangebracht kunnen worden, maar dat voor de volgende video. Ik hoop dat jij deze video interessant vindt en dat je me alsjeblieft een likeje wilt geven voor de content in deze video. Het maken van zo'n video kost nu eenmaal heel veel tijd. Daarnaast, hieronder is plek voor een reactie, dus laat een leuke reactie achter of stel een vraag en ik zal altijd proberen om die vragen te beantwoorden. De betere plek voor de vragen is de NL InfoSec Discord server, waarvan de link ook hieronder in de omschrijving staat. Ten slotte, abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt en druk op het belletje wat daarnaast staat om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Dan rest mij niets anders op dit moment dan om jou een hele fijne, mooie en gezonde dag toe te wensen. En ik zie je uiteraard weer heel graag in de volgende video, waarbij we dit soort technieken, waarbij we de macro weer naar een nieuw niveau gaan tillen om hem nog beter te maken. Dus heel graag tot die volgende video en doei doei!